Zondagmiddag speelde NEC de tweede wedstrijd in de halve finale thuis tegen FCM. Het won wel met 4-1, maar het was niet voldoende. NEC speelt ook volgend jaar in de Jupiler League. Waar haalden jullie dit vandaan? Zoveel charisma, zoveel karakter? Ja, we scoren vroeg. Het publiek erachter een beetje. En dat hebben we vaak hier in de Goffert gedaan. En dan ben je tot veel in staat, dat zie je maar weer. Zelfs als iedereen je opgeeft. En dan is het ineens weer mogelijk. Sta je 4-1 vol bij rust? Ja, we hadden van tevoren gezegd, we moeten er alles aan gedaan hebben. We moeten proberen snel een goal te maken en dat doen we. Twee snelle goals, jammer dat we dan die tegenkoel krijgen. Maar als je met 4-1 rustig gaat, kun je gewoon van een goede eerste helft spreken, denk ik. En dan heb je nog alle hoop, maar op een of andere manier wou het niet echt lukken de tweede helft. Ook hadden we gewoon, hebben we denk ik 400% kans gehad. Als je dan gewoon die 5-1 maakt, dan ben ik ervan overtuigd dat je er gewoon overheen gaat met 6-1. Maar ja, jammer genoeg scoren we die goal niet en bleef het 4-1. Je zegt het publiek erachter een beetje. Bedoel je dan ook van dat ze jullie toch een beetje lieten vallen gedurende de wedstrijd, of niet? Nou, luister, dat is heel simpel. We moeten vechten voor wat we waard zijn. Daar hebben we iedereen bij nodig. En vechten houdt niet op na 60 minuten of niet als we een doelpunt maken. Dus vechten gaat over 95 minuten. Het gaat erom tot we met z'n allen voor één doel strijden. En die relatie en die tussen spelers, en dat moet wel... Er moet iets gecreëerd worden, anders dan blijft het zo op en neer gaan natuurlijk. Neem je zelf nog iets kwalijk de afgelopen periode? Je neemt je altijd dingen kwalijk. Je probeert altijd te zoeken naar wat beter kan en wat niet. Vind je voor jezelf dat er consequenties ook aanhangen dat NEC de Eredivisie niet bereikt heeft? Ja, we hebben alles gegeven. Ik heb in ieder geval, ik zelf heb echt geprobeerd om elke keer de wand te plakken. Maar het probleem is bij elk hobbeltje dat er weer leeg liep. Ja. Dat is het probleem. En nu op naar volgend jaar weer een jaar Jupiler League. Ja, klopt. Ja, daar moet ik nu even doen aan denken. Ik denk dit eerst verwerken en volgend jaar gewoon moeten er weer staan.